Sinds een jaar zien we een nieuwe trend bij inbraken. Steeds vaker worden inbraken gepleegd uit schuren, loodsen, garages en van erven in het buitengebied. Vaak bij agrarische bedrijven dus. Criminelen rijden in kleine bestelauto's of busjes in erven op. Dergelijke voertuigen vallen niet op een buitengebied. Ze rijden dan heel brutaal het erf op en als ze worden opgemerkt, dan hebben ze altijd wel een smoesje klaar. En in dat laatste geval slaan ze hun slag. De buit bestaat vaak uit metalen, elektrische gereedschappen, motoren en grotere machines zoals zitmaaiers. De erven bij agrarische bedrijven zijn meestal vrij toegankelijk. En vaak zien we dat schuren, garages en loodsen in de drukte van het werk slecht afgesloten worden. En dat is koren op de molen van de criminelen. Politie en justitie zetten stevig in op de opsporing en vervolging van daders. Maar om deze praktijken beter te kunnen voorkomen, is het vooral belangrijk dat de mensen in het buitengebied waakzamer worden. Wie weet kom je ons de komende tijd wel tegen met onze speciale bestelauto. Dan proberen we te laten zien hoe het makkelijk het is om op het erf te komen en spullen weg te halen. En vervolgens maken we een praatje met de bewoners en geven wij hun tips over inbraakpreventie. Maak het inbrekers niet te gemakkelijk. Laat geen onbeheerde werktuigen op je erf staan en laat geen schuren openstaan. Ben waakzaam als je onbekende mensen of auto's in de buurt ziet. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat er minder inbraken zijn in het buitengebied.